pakken met zijn eikel tegen het bureau aan. Dan krijg je zo stijf en dan... Ja. Dit is echt hard. Holy shit. Jongens, we zijn vandaag met 5 bankjes. Matthijs is er ook bij. Nee jongens, dit vind ik niet leuk. Dit is een misverstand. Oh, is het echt? What the fuck? Weet je wat ik besteld heb vandaag? Dit is een misverstand, zei dat nou? Ja, hallo, ja. Een koffiezetapparaat. Nee. Oké, dames en heren, welkom bij de eerste FIFA 18 profclubs video van dit jaar. Dank u wel. Nee, de eerste op jouw kanaal, omdat leuk, je de vorige keer te druk bezig was bij Poepie. Poepie. Je zat er in de Poepie, heb ik gehoord. Hé. Hey. Oh nee, dat kan jij niet zeggen. Nee. Maar nu weet iedereen dat de bijnaam van je vriendin Poepie is. Jongens, besef dat iemand van de bank zit, dus die kan vandaag niet bij zijn. Omdat hij met een of andere koegar is die GTST aan het kijken op de bank. Jullie mogen stemmen wie dat is. Is het Mark? Mark met zijn chickie. Is het... Dat denk ik persoonlijk. Ik zeg van Mark. Of is het Rob? Of zijn er nog meer bankzitters? Nee, dat was het. Ja, de rest is hier. Matthijs is hier. Jij bent hier. Milo is hier. Koen is hier. Matthijs, zeg eens wat. Ik heb al 2 jaar een vriendin. Oké. Dus geen zorgen. Hij is wel erg spraakzaam vandaag. Iets meer dan normaal zelfs nog. Jongens, zijn vriendin heeft ons allemaal ontvolgd. Dus je weet hoe de vork in de steel zit. Wow. Als je deze video kijkt, dat vind ik niet leuk. Nou, dit komt in Kingelut hoor. In ieder geval Matthijs heeft andere bankzitters allemaal ontvolgd. Welke? Ik vind het niet normaal. Het lijkt! Hé, het lijkt het bij jullie ook? Nee. Waarom bij mij wel dan? Ja, omdat je broertje weer porno aan in de Bijbelbelt woont. Wij waren het eerste dorp in Nederland die glasvezel hadden. Waar we een experiment. Zo'n opgepropt dorpje waar iedereen in dezelfde straat woont, weet je wel. En die eerste experimentele versie ligt er nog steeds bij jullie, begrepen. Waarom zoekt Matthijs nog Snapchat terwijl hij gewoon met ons in de call zit? Maar ik denk die wel een grapje maakt. Ik moest even nadenken. Die koegaars. Koegaar. Hoe vind je nu die oudere vrouw, oftewel die koegaar? Koegaar. Voor de mensen die niet weten wat de bedoeling van dit is, we moeten soort van gewoon winnen en zo. Gast, we gaan echt fucking goed, hè? We hebben nog in pot, we hebben alles gewonnen tot nu toe. Kijk ook zeker even die andere video terug. Waarom? Dat is niet eens jouw video. Ja, maar ik mag het wel leuk vinden, gewoon. Oh, dat is echt lief van je. Jongens, allemaal abonneren op Milo voor Magic Morata. Zo is dat ook alweer. Zo is dat ook alweer. Ja, beste serie van het jaar. Jij geeft je gewoon je reclame, gewoon door je eigen gamertag zo te noemen. Ik doe toch ook geen fucking Domino's pizza's of zo als gamertag. Maak jij geen reclame? Maar voor dick pics van Kevin. Ik heb dus laatst Kevin dicks echt gezien. En zijn lul ook. Ja, daar is dit op gebaseerd. Gewoon niet, het is niet mals. Dat zal wel weer, ja. Eén figuur. Ik ben altijd bang met dat soort mensen dat ze die memes kennen, weet je wel. Ken je die meme van Kevin Dix van een paar jaar terug? Nee. Ik moet zeggen dat Matthijs wel weinig aan de bal is. Oppassen. Oh. Dat is op zich wel beter. Oh, nee. Milo. Nee, Milo. Milo is zo ongekend shit. Ja, ze is door zijn benen heen. Ja, ik kan niks aan doen. Milo, jij bent zo slecht. Oké, maar ik wil wel echt winnen, want ik ben echt serieus hier. Armen wil je voeten likken. Armen wil je voeten likken. Hoe kan je dat nou zeggen? Eigenlijk is het gewoon... 2-0. Je kan niet Milo. Jawel, niet zoveel ruimte geven. Maar gaan jullie nou blamen dat door mij dit komt? Nee. Oké, goed. Ja, ik vind van wel. Maar doe ze maar. De enige die dat zegt is Matthijs. Dan. Oppassen. Oh. Ik vind Matthijs is links mid. Die moet zich ook wel midden uitdoen. Oh. Je zou Milo maar zo erg vernederen. Ja. Die gozer van 90 door mijn 50 algemeen Annie poppetje gaat. Oh. Hey, maar jongens, deze video is geen reet aan zonder Mark. Met Mark ook niet, dus boeien. En het Mark gewoon anders gewoon even een paar keer wat zinnetjes van hem in. Oké, zou ik wat quotes erin doen? Ja. Even een quote. Welke quote doe je? Ik denk, hallo mensen van Missy Mark ga ik misschien doen. Yo, dus dat mensen Mark het hard langs die met vandaag weer een nieuwe Missy Mark. Dat was wel een goede quote. Nee, verdien je niet. Dat kan ook. Mijn spelers ja. Zijn let's go, ja. Let's go, ja. Tuurlijk. Kom op. Je kan hem gewoon breed leggen. En dat is een doel. Yes. Lekker zeg. Wat lekker, Gerard. Ja, Koen, ik mag heel eerlijk zeggen, je hebt dit echt uitstekend afgemaakt. Dankjewel. Kijk, liefde. Kijk, en gelukkig, helaas hebben we Milo bedoel ik. Ja, helaas hebben we Milo, die kan er helemaal geen pepernoot van. Ja, die kan er echt geen pepernoot van. Daarover gesproken, weer naar FIFA. Ja, lekker Milo, en hij heeft hem weer niet. Onvoorstelbaar. Weer niet. Nee, toch niet. Ego voor hem? Hoe is dat nou een ego voor hem? Dit is echt een ego voor hem, hoor. Hoe is dat nou een ego voor hem? Dit kan echt niet. Sorry, ik ben je aan het opletten. Oh, Milo! Milo! Wat is dit dan weer? Ik zit er gewoon tussen houden, wat is dit dan Milo, weer? Milo, jij bent zo shit. Hoe kun je Kevin van den Berg er nou doorlaten? Wat is dit dan weer voor bal? Ik voel een comeback in de maak. We kunnen gewoon nog prima winnen. Heel klein beetje. Oh, Matt, ga nou eens een keer niet proberen te scoren omdat je poppetje Mark heet, zodat je er weer een leuk stukje hebt voor je video. Nee, gast, ik wil gewoon winnen. Oh, kom op! Gebruik hem, Michael! Ik mag niet schieten. Schiet nou! Oh mijn god. Hoe kan je zo slecht zijn? Meenemen. Dat is ook wel weer zo, ja. Maar jongens, kom op nou! Hé, Blauw, Roel, ben je nog bezig? Of, Ik ben ruimte aan het trekken. Ah, oké. Okay. Zou ik toch aan je controller zitten en niet in je pik om ruimte te trekken? Milo, hoe ben jij zo slecht? Ja, echt. Jij ziet ruimtes die niemand anders ziet. En bij sommige mensen is dat een voordeel, maar dit was ook niet een hele logische keuze. Nou, ik dacht ik hou de bal vast dat jullie er overheen kunnen.
Of je vriendin heen, dat zou ik doen. Oh nee, 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 dat kan je niet zeggen. Nee. Ik wilde jouw vriendje wel zijn, dus dat betekent subs. Nee, Matthijs, dat kan je niet zeggen. Ja, dat vind ik ook onbekend. Gaat hij weer altijd een vriendin aan, hè, Matthijs? Als dit niet. Nee, leg hem dan op! Oh, leg hem dan op mij op! Come on! Dat je buiten spel stond. Hey. Hey. Gun die jongen ook zijn goal even van het zelfvertrouwen. Matthijs heeft gescoord, hoor. Ja, Matthijs. Deze pas is ook wel heel lekker, dit is gewoon een uitstekende goal, jongen. Matthijs, wil je nog wat zeggen naar je goal? Dit was meer een dis, niet direct naar mij, maar meer naar mijn vriendin. Ja, eens. Ja, ben ik het mee eens, ja. Mooi hey, verwoord, man. Kan je alsjeblieft dat E-Division interview erin editen wat fout ging? Alsjeblieft. Oké. Hey, als je dit ziet, Matthijs, was het mijn idee. Nee, zieke stilte erin. Ja, ziek hangen. Bruh. Oh! Ja! Yes! Yes! Zie je, is Milo eindelijk even niet betrokken? Cougar, ja, hou je bek. Hij moest ook alweer Cougar heten. Gaas, zegt hij dat ik wil scoren voor een leuk stukje? Heet hij zelf Cougar? Wat een kutkind ben jij. Ik heb mijn poppetjesnaam niet eens veranderd vandaag, want ik heb gewoon gemaakt van de vorige keer. Jongen, jongen. Ben ik de enige die niet weet wat Cougar is? Ja. Gaas, ik wil dat niet weten. What the fuck is Cougar? Cougar. Ik kom niet meer bij. Cougar. Wat is Cougar? Gast, wat wil je nou? Die oudere vrouw, oftewel die Cougar. Oh, was een oude vrouw? Ja. Maar die rapper Sjoz zegt Cougar. Cougar. Rob. Nee! Op de bal, nee. Op de bal! Steek op de bal. Hoe ben je zo slecht? Dik erover. Was het op de bal of niet? Naar rechts! Boom! Godverdomme. Hey, vrijdag is dik advocatengast bij VI, hè? Nou, leuk. Daarnaast had je deze al mogen hebben. Ja, sorry, mijn fout. Ja, als je ziet dat die hoog is, dan moet je ook hoog duiken, hè? Dat is zeg maar ook nog verschil, of je laag, midden of hoog duikt. Is dat zo? Oké. Ja. Ik heb weer wat geleerd. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nu leer ik ook iets, jongens. Mensen naar ha. Heerlijk! Oh, zalig! Dit heb je echt weer zalig afgemaakt. Ik wil niet overdrijven, maar ik denk dat jij een van de beste spelers van team bent. Matthijs stond erachter, je had hem ook in kunnen tikken. Nee. Je hebt misschien nog wel beter gedaan. Nou, zullen we het anders even vragen, Matthijs? Ik kan op zich wel redelijk FIFA. Nee, zie je? Overeen! Oh nee, sorry, Milo. Wereldbal! Yes! Ja! Als ze zeg! Yes! Als ze zeg, Matthijs! Kom even de Lehmhaus doen, oké? Ah, oh, kut. Hij lijkt wel een beetje op Diederik Smit. Kennen jullie die? Je had toen mijn tweet ge... Ja, echt een meme. Dat was alweer een half jaar geleden. Ja, die dat zijn mama ging tweeten. Die video was gewoon 200.000 keer bekeken of zo, niet op Zootru. Maar toen zaten we opgeroepen van tweet allemaal naar Diederik Smit. En volgens mij hebben echt 3 mensen dat gedaan of zo. En toch al de impact die het had. Ik heb al 2 jaar een vriendin. Ja, gel. Mooi. Koen, wissel naar defensive. Wissel naar Park de Bus. Ja, Milo is aanvoerder. Wissel naar Park de Bus? Maar die weet waarschijnlijk niet hoe het moet. Kan op defensive staan. Mis je nog die ene keer? Maar zijn rapper Shorts dat? Ja, die zijn Cougar. Oh, dat heb ik dan even gemist. Kijk, die link miste ik even. Dit! Oh, Milo! Milo! Ja. Hoe kan je mannen... zoveel... Gewoon, Milo, je kan niet zeggen dat je goed speelt en 5 goals tegen krijgt. Mannen, sorry. Je ziet dat ik niet naar Park de Bus moet gaan, want die spelers in het doel gaan staan met z'n allen. Ja. Oh, kut. Moet ik ook wel eens zeggen, ik heb zelfs lelijker gezien, hoor, die goals. Ja, let's go. Ja, Cougar, Cougar, go. Dit is goed. Cougar. Mag je toch niet van ja, dit is goed. Ja, come on! Lekker zeg! Come on! Die handjes! Zalig kerstfeest. Tijd, nee, wacht. Koen, nee, Milo, nee! Boom! Nee! Oh, boom! Nee! Slowkogel, nee, dit gaat fout. Yes! Ja, Milo, had je wel gewoon mogen maken, hoor. Ja, sorry, jongens, mijn fout. Kan je die ballen mee naar huis nemen, maar als je 5-6 verliest, ja, ben je gewoon kansloos. Wist je nog die ene keer? Okay, voor de kijkers thuis, even verhaal voor de kijkers thuis. Ik krijg heel disrespectvol tegenover die bako. Vraag wel even aan Matthijs waar je het goed vindt. Matthijs? Ja, goed. Oké. Ja, ik wou Matthijs beter zelf vertellen. Oké, wie gaat het heel snel vertellen? Ja, Milo. Oké, nou, we waren een spel aan het doen en Matthijs had een bakootje, toen moest hij pissen, zei hij. En toen nam hij die bako mee, terwijl we het allemaal in de gaten, behalve hij zelf dat wij het in de gaten hadden. En toen kwam hij dus op met een leeg glas, zeiden we, hey, heb je hem weggegooid? En toen stond hij daar net een beetje als in die video met E-Divisie. Ja. Dat komt nu in de video. Zo, true. En het even een bako glas als er niet microfoon in zat. een leeg glas. Het ziet er ongeveer zo uit, mensen. Oh, Matthijs. Ik denk echt dat hij van Balt dat hij ja heeft gezegd hiervoor. Hij had echt niet mee willen doen met die opname. Ik kan verhalen. Heb je nu zeker spijt van Matthijs of niet? Ja. Maar daar kan ik heel weinig aan veranderen.
Ja, dat snap ik ook wel hoor. Ik denk dat serieus mensen gaan commenten, Matthijs' geluid doet het bij mij niet. Kan je bij de instellingen aanzetten? Maar dat komt denk ik ook gewoon, dat komt denk ik ook gewoon omdat wij echt enorm goede acteurs zijn. Was die editen, die video van ons aan het editen vandaag? Heet ons team, oh mijn god, hoe heet het stadion? Wie heeft dat gedaan? Hoe heet het? Mark s***. Oh, dat ben ik. Ja, want dan kunnen we iedere keer zeggen als we thuis spelen, we spelen in Mark s***. Nee, maar dat wil hij niet dat we dat... Nee, dat kan je niet maken. Ja, maar ik kan het er echt niet uitknippen. Ja. Hey, dat is ook wel weer zo natuurlijk. Nee, hier is ervan. Sloop, go! Oh. Welkom mensen, vandaag zijn we in Mark s***. Mark s*** is weer uitgekomen vandaag. Er is weer 60.000 man aanwezig. Mark s*** is weer uitverkocht vandaag. Ja, wij gaan allemaal naar de hel later, jongens. Nee! Ja! Dit is geil, zeg. Dit is goed, hè? Oh, cool, guys. Wat lekker, zeg, Gerard. Ja, bijna naast, want hij is hartstikke links. Toyboy, stop nou. Vandaag ga ik jullie vertellen over hoe je een echte toyboy wordt. Hoe heb je dat ook in die tussentijd weer veranderd, jongen? Ik dacht dat we gewoon één team, één taak. Oh, nee, ik heb geen pace. Ik heb wel pace, trouwens. Ja, mag ik zelf schieten? Ja, Matthijs op links, Matthijs op links! Yes! Ik denk dat ik naar Matthijs ga passen. Matthijs. Ik bedoel echt die... Hey! Dames en heren, ga naar Dutch FIFA HD en abonneer voor Magic Morata. Vraag me niet waarom, ik keek net een video van Rob en de team. Oké, ja, hier stop ik hem ook gewoon. Kan je het verhaal van ons wel afmaken? Nee, dit is het verhaal. Ik hoop dat het nog goed met je gaat. Ja. Hier, diep. Ja, steek hem nou gewoon, man. In zijn rug. Ja, een punt, man. Ja, let's go! Hoppa! Ja. Je mag iets minder overdreven, juichen, hoor. Ik snap ook niet waarom Matthijs net Benzema aan het roepen was. Ik hoor echt minimaal 100 keer dat interview van de Eredivisie. Ja, ik schaamde me in het begin wel een klein beetje. Diep! Wat een diep! Jongen, jij zegt gewoon standaard diep, gewoon voor de lol! Oh, kijk hier! Diep, hoppa! Oh, diep! Oh, ja. Nee, ja, je bent me gelijk, hoor. Maar ja, wat staat er nou achter op mijn shirt? Koegar. Ja, shorts. Oh, wat leuk. Ja, toch, shorts. Oh, ja, nee, maar dat staat achter op mijn shirt, dat is heel wat anders dan waar je bekend al staat. Er moet weer een nieuwe naam zijn. Die gaan we zo te zien krijgen. gaan we even dit is even een mooi momentje, hoor. Het feit dat hij niks zegt, zegt genoeg, hè. Nee. Prank! Ah, wat saai zeg. Gast, ik ben echt goed, man. Kut. Oké. Ik heb al 2 jaar een vriendin. Is goed, hoor. Nou, oh, neuktijger. Ouwe pikkerstrijd. Oh, nee. Oh, jee. Mag jij. I got this. Oké, misschien niet. Ah, kut, zo. Oh, nee. Milo! Milo! Dit is toch Milo? Nee, Frits. Matthijs! Toch niet? Matthijs! Hoe kan je dit nou doen? Ik moet zeggen dat ik eigenlijk precies hetzelfde deed. Ja, ik zag het ook, ja. Midden. Koen, maak je eigen midden. Je kan het, je bent een onafhankelijk. Ja! Yes! Let's go! Dan ben je groot, hoor. Als ik links roep, rol midden, je kiest dan voor rechts, je pakt hem dan. Dan ben je echt groot. Is Matthijs ook direct gekickt uit een Skype call? Of? Hij zei net nog iets. Ja, aan mij. Nee. Oké, ik stond 30 meter van die spelen af, dus ja, heel nice! Milo! Hey. Jongen, ik kan niks met een CDM als Milo. Dan, ja. Jongen, lul dan niet zo slap, jongen! Dan lacht hij ook nog zo smerig. Mark, dit is hartstikke goed, dit is hartstikke lekker. Dit is lekker gewoon. Ja! Oh, yes. Ja! Rapper Sjors! Kunnen we ook concerten geven in Mark's nichtje om wat extra inkomsten te... Zeker. ...te genereren? Oh, wat een bal, zeg! Ja, kogel! Wat is dit lekker, zeg Gerard? Wat lekker, Gerard! En met een man minder weet Bank FC Zeters er toch gewoon weer te doen. Maar ja, ik vind wel dat tof dat Matthijs in de Skype-calls blijven hangen, gewoon om ons te supporten. Ja, dat vind ik wel goed van je. Dankjewel, Matthijs. Die had Shorts live een keer in de ski, het was in Rotterdam. En toen had zo'n vrouw daar, die had een pot pindakaas gepakt en een mes. En dan kon hij net pindakaas gegeten. En dan voelde hij zich disrespect, dus hij weggegaan. Ja? Terecht. Ja, dat is terecht toch? Dat is echt niet nice. Het is gewoon een meme. Daar is hij bekend door geworden. Ja, dat is wel waar. Ja, never forget your roots. Dat was hetzelfde als dat Mark ingehuurd wordt voor 10.000 euro. En dan zegt hij, Mark, zeg even prank. En dan loopt hij boos weg. Ja. Ja, dat kan toch niet. Nou, ik verdien zo'n 1000 euro. Hij is wel precies iemand die dat zou doen, hoor. Gewonnen, jongens. Come on, hoppa. Come on. Nou, dames en heren. Ik wil jullie allemaal bijzonder, Milo, Raoul, Koen. Mijn dekking is alweer 4 omhoog gegaan. En voornamelijk Matthijs wil ik bedanken voor het kijken naar deze video. Vonden jullie het leuk, jongens? Ik vond het fantastisch. Goed om te horen dat Matthijs zo enthousiast is. Let's go! Goed, dat maakt niet uit.